zondag. Even genieten van het weer en van Casey. En de andere katjes, want we lopen in weer. Maar dat is heel bijzonder. Want bij Casey begint het haar nu wel weer een beetje terug te groeien op zijn buikie. Maar dat haar, dat is veel lichter dan de rest van zijn vacht. Ik weet niet of dat nou nog weer donkerder gaat worden. Maar een heel apart gezicht zo. Lekker hè, dat regenwater. En zo misschien nog even naar Desje daar samen. Misschien ook niet, ik weet het niet. Een rustig zondagje tot nu toe. Nou, we gaan eens even aan de andere kant ook van Desje daar. Dan rij je even een rondje. Ik had een tractor net voor me en ik durfde het niet in te halen. Dat is een oud trauma, zeg maar, van mij. Dus ik durfde er echt niet voorbij, omdat het tot twee keer toe... Ik had net een tractor voor me en ik had zoiets van, nou, laten we dan eens gek doen. Laten we eens even de andere kant op gaan. We zitten nu daardoor in Patalom. Heel grappig knus dorpje ook. Wel groter als Jomodorp, geloof ik. Maar wel heel grappig. En ik geloof dat ik beter kan keren, inderdaad. Ik geloof niet dat dit echt ergens heen gaat. Er loopt nog een weg, maar ik denk dat hij ook nergens uitkomt. Zo te zien ook op Lambda komt erachter of zo. Dus we gaan gewoon wel eventjes de andere kant weer op. Poekie. Nou. Hoe in vredesnaam komt Pegel mee hier binnen? Sorry voor het wazige beeld even in het begin. Pegel mee zat in de woonkamer. De keukendeur staat open. De keukendeur staat open. Oké, handig. Dat is dus de tweede keer in korte tijd. Koosje en Lientje zijn waarschijnlijk dus naar buiten. Ik hoop het niet. Ja. Maar ik geloof dat dat niet de bedoeling is. Of ben je Pegel maan? Ja, ben je ook al naar binnen, Casey? Nou is dingen buiten, of ja? Oké, dus we hebben alles binnen, gelukkig. Van wat binnen hoort. Maar we hebben er dus ook het een en ander binnen van die niet binnen horen. Blackie zit ook op de drempel. Wat zijn we nou aan het doen, meisje? Maandagmorgen en net droog, gelukkig. Het was aan het gieten, maar er komt nog heel wat aan, zo te zien. Maar we hadden dus verwacht dat de Eon de tweede dag ging pakken. Maar het lijkt erop dat ze toch aan de slag gaan. Zie je sowieso twee Eon auto's staan en wie weet wat er nog achter staat. Ondertussen ook een Eon auto voor ons huis. Dus volgens mij gaan ze een bedrijfsfeestje houden of zo. Ziet er heel gezellig uit in ieder geval. Maar ik zie aan het DVD spelen dat de stroom eraf is. Want er werd ook voor gewaarschuwd. Ze hadden een briefje gegeven een tijdje terug dat het zou gebeuren. Want er moet een paal vervangen worden. Op 7 of op 17 geloof ik. Dus nu wordt het dus 7 in dit geval. Het is hiervoor en denk ik weer heel goed druk van vogeltjes. Paul had op een gegeven moment hier wat voer neergelegd een tijdje terug. En ze kwamen af en toe al wat halen, maar het is nu een mussenhoop met wat koolmeisjes ertussen. Schitterend. De katten vinden het ook erg interessant. Alleen Lientje zit hier nog op bed naast me, maar wel heel erg interessant. Deze doos is ons pad opgewaaid door de wind. En eerder heeft Paul aan de zijkant en aan de bovenkant het roze schuim al weggehaald omdat het ook los was gegaan.
Het is te donker om te kunnen filmen, maar in het kattenhuis. Maar wat ben jij nou allemaal aan het doen geweest met de muren? Eerst heb ik het voorste gedeelte helemaal opgeruimd. Ja, dat is ook heel goed. Dat heb ik eerst gedaan. Daarna ben ik aan het bekken geweest. Mm-hmm. Nou, er zijn nu 4 of 3,5 van zijn er nou gebikt. Is het stukwerk eraf, het oude stukwerk. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus nog 1,5 muur doen, zeg maar. Mm-hmm. Maar daar moeten we eerst even de kast voor weghalen. Mm-hmm. Omdat hij in de weg staat. Ik kan daar niet achter komen. Ja, oké. Okay. Maar je bent lekker bezig geweest in ieder geval dan, hè? Mm-hmm. Mooi zo. Maar Casey was bij jou wel toch een beter kat vandaag, hè? Ik begreep dat hij eerst in het voorhokje had opgesloten per ongeluk en later in de camper. Toen was hij in de alkoof gaan liggen. Toen was hij in de camper gelegen, had ik niet gezien. Mm-hmm. Dus ik doe de camper openen. Casey komt eruit. Oh, maar hij lag in de alkoof, zei jij. Was in de alkoof. Ja, dat is later. Toen ik even koffie aan het drinken was. Mm-hmm. Toen was Pigelmeetje en Casey die waren in de camper gewoon lekker aan het liggen. Oké, en toen was hij in de alkoof gedoken. Ja. En Paul had er foto's van gemaakt. Oh, het ziet er wel heel schattig uit. Ja, het ziet er heel erg schattig uit. Nou, ik heb dus geprobeerd om hier in het voorhokje wat op te ruimen. Vandaar dat ik ook met die kartonnen doos liep. Maar ik ben niet heel ver gekomen, maar goed, ik heb wel wat geprobeerd in ieder geval. Goed, dus. Goed. Maar ja, toen ging ik dus met die kartonnen doos naar jou toe. En vervolgens kreeg ik alle katten weer mee naar binnen hier zo. Dus toen kon ik alweer absoluut niks meer, want Pilgrimé liep de hele tijd aan mijn handschoenen te trekken ook en zo. En Casey die wel aandacht, dus toen had ik zoiets van nee, het gaat hem niet helemaal worden. Ik had eerst die 3 boksen die op de grond gevallen waren. Dan heb ik in het witte kastje gezet in het werkplaatsgedeelte. En toen zei ik al, ik wou dus wat opruimen, maar ik heb in ieder geval een poging gewaagd. Waar spotte jij Casey, zei je? In de reisboxjes die ik in het huis gezet heb. Gaaf. Ja, ze staan nu in het voorste hokje. Het achterste deur zit dicht. Mm-hmm. Omdat er nog zoveel stof en troep en rommel ligt. Maar in het voorste gedeelte, wat ik vandaag dus opgeruimd heb. Mm-hmm. Voor zover dat mogelijk was. Mm-hmm. Daar had ik 2 reisboxjes neergezet. Ja. En uit een van die 2 reisboxjes zag ik Casey komen. Ja. En de rest? Heb je de rest? De rest had zwerft overal rond. Nee, heb je die nog gezien? Ja, ik weet niet zeker of ik Blackie gezien heb, maar ik vermoed ook. Oké. Op deze dinsdagochtend was Paul een ene keer sneller actief als ik. Dat is voor het eerst sinds we hier wonen. Hij heeft de containers al buiten gezet, de buitenkatten gevoerd, maar Pigelmee was heel zielig geweest, hè? Ja, die heeft de hele dag in een stoffige, vieze woonkamer rondgehangen. Opgesloten gezeten, bedoel ik. Opgesloten gezeten. Ja, kijk, als ze er rond hangt, dan is ze nog niet zielig, dan moet ze zelf eten. Maar ze zat opgesloten, zei jij, hè, in een kathuis, mm-hmm. In de woonkamer. Ah. Paul is flink bezig geweest in het kattenhuis. De hele vloer ligt er ongeveer uit, hè? Ja, een klein hoekje daar. En hier ligt allemaal al puin, wat hij van de muren heeft afgehaald. Dus hij is lekker bezig geweest. Hier staat nu het kastje wat aan de linkerkant stond. Dat hebben we net verplaatst. Deze kast lukt echt niet om hem verder te verplaatsen. Maar in ieder geval ziet de vloer er nu dus zo uit. Alleen daar in het hoekje ligt nog wat van de vloer. Maar verder is hij er helemaal uit. En deze muur is ook helemaal kaal. Net als deze muur. Ja. Dit is de meisje. Dit is de... Dit is een vrouwtje. En zo ziet het nu bij de deur uit. De vrouw is echt flink bezig geweest. Daarachter staat nog wel het bed. Maar goed, niet alles tegelijk. En dat is nieuw, dat onze slaapgast hier gaat zitten. Tenminste, ik heb het nog niet eerder gezien. Fluffy.
Ik heb zelf in het voorhokje nog het een en ander weer opgeruimd. Iets meer als gisteren, maar nog niet zoveel dat je echt ziet dat het echt leeg is. Maar ik ben in ieder geval eventjes gelukkig bezig geweest ook. Buiten het helpen van Paul. Blackie kwam uit de camper, zei jij? Ja. Gezellig. Je hebt de camper ook al ontdekt. Ja, dus ik heb namelijk ook daar staan. Ik ga vanavond eens even goed zoeken of er geen katten in zitten. Ja, precies. Ook Tijgertje heeft de camper ontdekt, hoorde ik net. Ach ja, dat kon niet uitblijven, hè? Dat ziet er mooi uit. Op deze woensdag is Paul bezig met de tegels van de badkamer. En hij heeft er nu een hoekje op afgetekend om er uit te gaan halen. Ik wens hem succes. Mm-hmm. Nou, alles was weer schotse scheef, hè? Was weer niet recht. Nee, dat hoeken zijn die haaks. Dat ik het wel uitgemeten had, op een of andere manier. Ik weet niet wat dat is. Het wordt nu een soort legpuzzel. Nou, zo moet je er dus nog twee doen. Het is een soort echt een legpuzzel. Ja, dat ziet er zeker netjes uit. Trak in het vak. Ja, het moet nog uiteraard wel geruimd worden hoor, maar het is wel netjes zoals het er nu bij ligt. Een steenzaag. Oké, dat lijkt een soort figuurzaag, maar dan weer anders. Oké, niet bekend bij mij, maar bij deze dus. Ziet er al netjes uit. Hopelijk kan vandaag ook echt gelijmd worden, maar het is weer wat anders. Maar het ziet er in ieder geval. Ik ben niet verpleit dat die rotte hoek is. Er zit een mooi gaas omheen. Mm-hmm. Dat staat netjes aan, dat staat netjes aan. Dat hoekje is perfect netjes. Nou ja, oké. Okay. Mm-hmm. Ik ben geen professionele tegelaar, maar ik zie dat ik het helemaal verkeerd doe voor de eerste keer. Nee, precies. Precies, ik heb gewoon een rond gat gezaagd. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel knap, ja. Casey speelt verstoppertje. Misschien wel samen met zijn zusje, dat weet ik niet. Maar Casey zit er sowieso. En zo te zien Casey alleen, want zijn zusje lag dus... In het gras, zag ik later. Alles is nu weer van de vloer en het is nu tijd om de lijm aan te gaan maken. Water staat klaar. En lijm staat klaar, dus ik ben heel benieuwd. Wordt op de grond gesmeerd in ieder geval. Even kijken, wat doe je? Doe je met een soort dingen? Oké. Ja, het was thuisspul, zei Paul, maar goed. In ieder geval, het komt wel op de vloer uiteindelijk, is de bedoeling. Het was toch nog een beetje te dik. Dus toch een beetje water erbij. Het wordt ondertussen heel spannend, want er zijn al twee hele belangrijke tegels gebroken, maar we hebben er nog twee reserve, dus het wordt ondertussen heel erg spannend. Maar er ligt in ieder geval al een gedeelte nu. Helaas is er buiten die ene die we daar zien,
Daar komt een kastje overheen, dus dat is verder niet erg. Toch nog een tegel te veel gebroken. Dus we moeten toch een nieuw pak gaan kopen. Maar Paul zegt al, dan kan ik er nog een paar breken. Ik zei, ja precies, je moet wel van de positieve kant bekijken, hè. De eindstand voor vandaag. Is toch een flink stukje in ieder geval wat vastgelijmd zit. Dus dat is hartstikke fijn. Mm-hmm. Donderdag, even bij het met check. Ik wou gaan wandelen nog, maar dat wordt gewoon te laat. We moesten vloertegels bijbestellen en die waren er niet. Of bijhalen bedoel ik, dus die moeten nu bijbesteld worden waarschijnlijk. Maar ik denk dat rijden we naar het met check daarna. En dan gaan we uit eten in zo'n koepel. Heel veilig, maar ze hebben geen vegetarische dingen. Dus dat wordt hem helaas niet. Kees, je zit in de problemen? Ja, hij is nou via de ladder naar boven geklauterd. Dat was wel een grappig gezicht. Mm-hmm. Maar ik kan nou niet meer naar beneden. Omdat de berg dozen die er stonden, die zijn weg. Maar hij wil ook weer opgepakt worden. Ach, dat is wel sneu. Dat is heel sneu. Nou, hij komt er wel hoor, uiteindelijk denk ik. Ook, ja, ik hoop het, want ik hoop niet dat hij zich gaat plezieren. Ook, maar ook heel sneu van Pegelmaan is natuurlijk trouwens, hè, dat plekje op de rug. Waarschijnlijk toch een wegpartijtje natuurlijk, maar het kan ook dat hij zich kapot gebeten heeft, dat weet ik niet. Hier ben ik trouwens uitermate blij mee dat Paul die tegenkwam. We wisten dat we hem hadden, maar we wisten nog steeds niet waar. Dus het is super fijn, de mixer. In ieder geval even de mais kunnen planten. Paul heeft de kinderen even afgewijkt met vlees. Dus toen kon ik gauw even deze kant op. De buurman kwam trouwens ook nog weer met allemaal dingen aan. Hartstikke lief. Het begon ontzettend mooi vandaag, maar ondertussen is de lucht nog iets donkerder dan dat we op de camera gaan zien. Echt heel donker dus. Het dreigt al een tijdje behoorlijk. Ik dacht net wat onweer te horen, weet ik niet zeker. Maar het is in ieder geval donker. Een zaterdag en ik heb zelf een beetje geprobeerd wat op te ruimen in de toekomstige slaapkamer. En Paulus weekboodschappen doen en naar de obi. En de tegels blijken nu weer gewoon op voorraad. Dus dat is ontzettend fijn, de badkamervloertegels. Kijk, dat werkt nog eens goed. Ben je een beetje aan het opvullen tegen de kou, ook onder de pleet overigens. Dan heb ik ook wat spul gedaan. En dan gaat je kat ertussenuit vissen. Dit zit dan nog, maar dat dus niet. Het begin van het pad tussen de geplante bomen door, tenminste de bomen die dus vorig jaar geplant zijn, is in ieder geval hier zo, zeg maar. Dus van de week al iets gedaan, nu een klein beetje verder dan mee gekund en aan die kant komt dus ook rijstenen. Dus een heel breed pad wordt dus hier, maar moet ook kunnen. Ik heb er net nog weer wat dakpan dingen bij gegooid. Eerst kapot gegooid en toen erbij gegooid. En we hebben weer gezellig visite. Dat heb ik wel gemist, ik vind dat altijd leuk. Dus van harte welkom. Er moeten nog primulaatjes in, maar de eerste bak heeft Paul weten te bevestigen aan het hek. Deze klemmen hebben we vanmorgen even gekocht. In verband met de katten is het wat veiliger als ze ophangen. Hij heeft hem weer weggehaald. Ik dacht eerst dat er iets mis mee was, maar ik had alleen gezegd van waarom weg je dan daar? Want het is leuker als je het vanuit de keuken kunt zien ook. Maar we hebben meerdere bakken, dus uiteindelijk hier ook eentje. Vind ik ook hartstikke leuk, dus laat hem van mij niet weg hoeven halen, maar oké. Ons stilpannetje schijnt te lekken. Wil je maar onder het hand kijken, die staat water lopen. Ja, ja.
Zolang je onder dat zwarte vlakje blijft met water, dat zou het wel goed gaan. Inderdaad. Er loopt een straaltje water hier. Bizar. Op deze stralende zondagmiddag weer eens even het bos in Sjelmoeder in. En dat is weer een tijd geleden. Met mijn bescherming even lekker in mijn hand. Het is me erg goed bevallen in het Medjekgebergte vorige keer. Ik had het natuurlijk eerder al een keer gedaan in het Medjek, omdat ik echt te weinig zuurstof kreeg, dus zo moest ik wel. Maar ik heb nu zoiets van, zolang er helemaal niemand is, is het goed. Ik heb het letterlijk in mijn hand, dus ik kan het zo opzetten als ik iemand zie. Er stroomt weer wat water. Dat is heel fijn, want het was op een gegeven moment helemaal droog natuurlijk, maar er stroomt nu toch echt wel weer wat water. En dan zo onder de brug door deze kant op dus. We kunnen inderdaad een heel stukje deze kant op nu. Dat zei Paul van, we kunnen dus die kant op, maar inderdaad. We kunnen er zo een beetje langs lopen nu. Als je nou heel lenig bent en heel veel durf hebt, dan kun je nog een stuk die kant op lopen via deze boomstam. Dit is gewoon echt een omgevallen boom. Dwars over dingen heen. Aan de bovenkant was hij al eerder afgezaagd, zo te zien. Uiteindelijk is hij dus omgegaan, helaas. Maar ik denk niet dat ik dat ga durven. Er liggen op meerdere plekken boompjes over het water. Alleen die zijn sowieso niet sterk genoeg om er overheen te gaan. Deze ziet er wel wat steviger uit. Ook een bijzonder effect zo, die takken dwars door die andere zijtakken heen. Een bonte specht in actie. Excuus voor mijn getrilde net. Het was even boven mijn macht dat ik de camera moest houden. Paul is de overkant aan het uitproberen, geloof ik, maar ik geloof dat hij niet zo heel erg ver komt. En kom je daar nog verder? Huh? Je komt daar naar dat stukje nog, geloof ik, verder, of niet? Ja, ik kan alleen die kant oplopen. Oeps, Pichelmanus heeft zichzelf in de probleempjes gebracht. Ah, ze komt er vanzelf wel weer af. Daar is ze al. Dus ze gebruiken de witte plankjes als trapje. Aha, zo zit dat dus. Keesje kwam er gisteren uiteindelijk ook wel weer vandaan, of eergisteren. Maar Pergelmanus is ook weer beneden. Verder een rustige avond tot nu toe gehouden. Hopelijk blijft dat ook zo. Ik zou zeggen, laters.